Gaat van beneden omhoog, maar welke kracht zit erachter? Gaan die wortels knijpen? Duwen ze het omhoog? Of zit er in die stam een hart? Hoe kan een eikeltje uitgroeien tot een boom van 1000 kilo? De Universiteit van Nederland presenteert plantenfysioloog professor Dr. Michel Haring. Ja, komt u maar, komt u maar. En daar is hij dan, die eik van 1000 kilo. Of een stukje daarvan. Het verhaal over planten is eigenlijk heel eenvoudig. Planten kunnen alles, dus ik kan van alles nog wat vertellen. Maar ik begin bij het simpelste verhaal. Als zo'n zaadje in de grond gestopt wordt, dan is het minuscuul. En uiteindelijk is het een boom van 1000 kilo. En ja, dit kan je dan bij een tankstation kopen. Waar wordt dit nou van gemaakt? Van dat kleine zaadje ontstaat zo'n dik stuk hout. Waar groeit een boom nou van? Dat is de meest essentiële vraag die je eigenlijk moet stellen. Waar groeit die van? Water. Zon. Met een S. En, nou, dit met water, lucht, mineralen. Allemaal. Dus als hij met zijn wortels in de grond steekt, dan haalt hij uit de bodem alle mineralen. En dan wordt hij groot. Of niet? Als dat wel zo zou zijn, krijg je in het bos overal kuilen. En dat is niet zo. Dus, het eerste wat we geleerd hebben, een stuk hout bestaat uit niets anders dan lucht. Het water is hier al uit. En licht. Planten hebben dus een unieke eigenschap die wij helaas niet hebben. Nou, ook weer uit je biologieboekje, wat kunnen planten dan wel? Waardoor kunnen ze van die lucht, van die zon en dat water uiteindelijk een boom maken? Fotosynthese. Te verbeelden met groen, want groen is de kracht van de plant. En in al die groene delen zitten dan uiteindelijk de fabriekjes die het doen. Als je dichterbij komt, zie je ze al zitten, kleine bladgroenkorreltjes. Dat zijn uiteindelijk de eigenschappen van een plant die het mogelijk maken om om te zetten lucht en licht in suiker. Nou, als je nog verder inzoomt in zo'n chloroplast, zoals het dan in vaktaal heet, dan zie je dat die bestaat uit een heleboel pannenkoekjes, laagjes, met niks anders dan pigmenten die licht op kunnen vangen. En dat pigment is eigenlijk helemaal een wonder, want die zijn in staat om van het licht uiteindelijk een stroomstootje te maken waar de plant iets mee kan. En niet dat je onder stroom komt te staan. Maar als we kijken naar het chemische proces wat er dan achter ligt, dan komt dat licht op dat groene pigment. En dat wordt gebonden zodanig aan water dat het gesplitst wordt. Dus een plant is niks anders dan een watersplitser. En wat die splitst is zuurstof. Daar zijn wij weer blij mee. En elektronen. Nou, dat is dan dat stroompje waar je het over hebt. En dat zou dan uiteindelijk helemaal misgaan, waar het niet dat er in de plant een blokje zit. En dat zijn dan enzymen die specifiek zijn voor die fotosynthese. Hier dat witte blokje. En dat witte blokje kan die elektronen, dat stroomstootje, gebruiken om CO2 uit de lucht vast te leggen. Dat is het geheim van de fotosynthese. Niets anders dan dat je uiteindelijk water splitst, licht gebruikt om CO2 vast te leggen. En je krijgt er gratis en voor niets zuurstof bij, niet onbelangrijk, en je krijgt suiker. Nou, als je dit ziet, dan denk je van, wauw, dat moet wel ontzettend ingewikkeld zijn. En dat is het ook. Het is in de evolutie ergens 3,85 miljard jaar geleden ontstaan. En als ik dat getal hoor, dan denk ik altijd, het zal wel op een woensdag zijn, als je het zo nauwkeurig weet. In bacteriën, die waren er toen, en op een of andere manier hebben die dit als eerste ontdekt. Je kunt dit doen. Van die bacteriën is het uiteindelijk overgedragen op algen, weer eencelligen die nog steeds in die oersoep rondzwommen. Daarna kreeg je wieren en uiteindelijk landplanten. Nou, de landplanten zijn dan degenen die het helemaal hebben uitgebreid. En als je overal op de wereld krijgt, dan zie je dus hoe succesvol ze zijn. En dan denk je van, waarom hebben wij dat dan niet? Hebben wij ergens een afslag gemist? Ja, we hebben een afslag gemist. Maar sommigen hebben die afslag weer ingehaald. En dat zijn zeeslakken, die zijn in staat om van de wieren die ze eten, van de draadjes die ze eten, daar kunnen ze van leven,
Maar ze kunnen ze ook als het ware uitpersen. En dan de kleine chloroplasten die erin zitten, niet zozeer opeten, maar overal in de cellen en opslaan. En je krijgt een prachtige groene slak. En die slak is in staat om daarna zonder eten maanden, veel langer zijn de experimenten niet geweest, te overleven. En die slak, hoe die dat doet, weten we nog steeds niet. Eerst dachten we, hij heeft genen gejat van dat algje en daarmee doet hij het. Maar de laatste resultaten wijzen erop dat dat het ook weer niet is. Dus hoe doet hij het nou? Dus die slak is eigenlijk een ontzettend slim beest. En wij hebben dat gemist. Dus wij hebben die afslag gemist. De andere planten zijn op het land gekomen. En die zien er dan zo uit. Kijk, algen hebben het makkelijk, want ik vertelde jullie dat water moet gesplitst worden om die elektronen te krijgen, zuurstof te krijgen en dan kun je suiker gaan maken. Maar als je in het water zit, dan heb je het makkelijk. Maar als plant boven de grond, dan heb je twee problemen. A, je hebt lucht nodig en B, je hebt water nodig. Nou, waar krijgt zo'n plant nou zijn lucht vandaan? Gaat dat hier naar binnen? Of gaat dat gewoon door die bladeren heen? Biologieboeken? Door zijn bladeren. Er zitten gaatjes in of zo. Stomata. Huidmondjes. En inderdaad, huidmondjes. Op de bladeren van planten zitten huidmondjes. Nou, voor de hand liggende vraag. Daar kan hij dus, waar kan hij zo'n lucht mee happen? Zitten ze nou aan de onderkant van het blad of aan de bovenkant van het blad? Wie denkt dat ze aan de bovenkant zitten? Wie denkt dat ze aan de onderkant zitten? Nou, u hoort het, ze zitten aan de onderkant. Want als ze aan de bovenkant zitten en het regent, nou, dan is het heel erg bubbelend om uiteindelijk wat CO2 te kunnen opnemen. Dus als je graspriet bent en je staat rechtop, dan zitten ze aan allebei de kanten. Nou, die mondjes zitten er dus om uiteindelijk die lucht op te nemen. Nou, behalve dat heb je dus ook als plant nog eens een keertje water nodig. Dus lucht haal je uit de lucht met huidmondjes. En water kun je ook drinken. Huidmondjes kunnen ook water drinken. Wie denkt dat huidmondjes geen water kunnen drinken? Wie denkt dat wel? Wie weet het niet? Nou, wij ook niet. Als wetenschappers, er zijn wel aanwijzingen dat op die manier ook wat water naar binnen kan komen. Maar, zoals jullie allemaal zullen begrijpen, het meeste water komt toch in de landplanten van onder. En dat komt door wortels die diep in de grond zitten en die als een soort spons in de grond steken. En we hebben er een filmpje van. En daar kun je zien dat als je door de boom naar binnen gaat, dan zie je, zodra je door die barst heen komt, zie je als eerste vaten waardoor suiker heen getransporteerd wordt. En dat is ook enigszins, nou, daar komen de korreltjes suiker langs. Ik denk niet dat dat echt gebeurt, maar dan weet je het. Kom je verder in die boom, dan zie je dode vaten, dode pijpen die omhoog gaan. En als we daarin duiken, dan zijn we in het watertransport van de plant. Die lopen van de wortels helemaal omhoog. En je kunt ze volgen en je ziet dat er af en toe van dit soort putdeksels in zitten om ervoor te zorgen dat het water enigszins gekanaliseerd raakt. Helemaal omhoog door de takjes, door de zijtakjes. Voor de lol nog wat luchtbelletjes, dat is niet de bedoeling. En dan uiteindelijk kom je in het blad terecht. En dan zie je, het wordt al groen. Dan kom je in de holte tussen de bladeren. En daar heb je dus al het water vanuit de wortel tot helemaal in het blad. Is in contact met uiteindelijk de buitenwereld. Nou, als je dit gezien hebt, dan weet je ook meteen hoe het water getransporteerd wordt. Het gaat van beneden omhoog, maar welke kracht zit erachter? Ja, dat zijn allemaal van die slimme opmerkingen, capillaire werking. Ik had een heel verhaal voor jullie bedacht. Gaan die wortels knijpen? Duwen ze het omhoog? Of zit er in die stam een hart? Er is allerlei literatuur uit de 17e en de 18e eeuw waar men op zoek was naar het hart van de plant. Want als je zo'n boom doorzaagt, dan zie je van die knoesten. Dat is een hart, daar staat zijn hart te kloppen, dacht iedereen. Nou ja, dat is niet zo. Het is inderdaad heel saai. Het is zo dat er capillaire werking aan de orde is. Nou, wat is capillaire werking? In dit geval hebben die huidmondjes daar weer wat mee te maken. Het is dus niet die wortels die drukken, het is niet een hart in de stengel. Nee, het is nog veel banaler, veel fysischer, natuurkundiger. Die huidmondjes staan open, het water verdampt en alles wat verdampt wordt van beneden af aangevuld.
Dus de mond staat open en al het water komt als het ware daar naar buiten. Dus een heel simpel proces. Verdamping zorgt dat je het omhoog zuigt. Dus het is niet druk van onder, maar het is zuigkracht. En ook daarvoor moet je je voorstellen dat als je een boom hebt die iets groter is dan deze boom, daar hebben we ook een filmpje van, hoop ik, een sequoia boom, dan kun je je eigenlijk niet voorstellen dat dit waar is. Hè? Want ik vertel dit verhaal en jullie geloven het allemaal. Maar nu moet je dus denken dat daar bovenaan op 117,8 meter ook hele kleine blaadjes zitten die zuigen dat water over die afstand omhoog. En de boom kan dus door het openen en het dichtdoen van zijn huidmondjes bepalen hoe snel dat water gaat. En hoe verder het in die dunne takjes komt, kan hij ook die vaatjes nog een beetje dichtdrukken. Dus in die zin is een boom ontzettend goed uitgerust om uiteindelijk dat water omhoog te krijgen. Nou, als je goed geluisterd hebt, dan zie je ook dat iedere plant, iedere boom, heeft een dilemma. Want hij heeft die huidmondjes nodig voor twee dingen. Voor lucht, want daar groei je van. En voor water om te transporteren, want daar groeit hij ook van. Maar als er te weinig water is, dan moet hij op een of andere manier een oplossing daarvoor vinden. Dus zijn mondjes open en dicht doen is het grootste dilemma voor de plant. Want als hij zegt van ja, er is geen water meer, ik moet mijn mondjes dicht doen, want anders verdwijnt alle water uit mijn boom en dan val ik om. Maar ja, dat betekent dus vervolgens dat als hij zijn mondje dicht doet, dat hij geen CO2, geen lucht meer binnenkrijgt en dat hij niet kan leven. Dus dat is het grootste dilemma wat hij heeft. Nou, uiteindelijk komt die boom dan zover van de grond als we hem gezien hebben. Hij groeit omhoog als dat kleine zaadje. En de grote vraag die daarbij hoort is natuurlijk hoe je dat alles organiseert. En de grote vraag die ik in het volgende college ga stellen, is dan ook, als je nou zo'n boom wilt worden, wat moet je daar nou voor doen? Wat heb je nou nodig om als plant vanuit zo'n klein zaadje uiteindelijk omhoog te groeien en zo mooi te worden dat je uiteindelijk bij een tankstation terechtkomt?